Hallo allemaal en welkom bij TCG en Toys. We gaan weer verder met... Oh ja, ik ben wat vergeten. Chinnerain Boosterbox. We gaan weer verder met de case die wij hebben. En dat... Ik ben wat vergeten, jongens. Ik heb een hele speciale lamp, zie je? Die ben ik vergeten om een keer aan te doen. Nou, gaan we het nu doen. Ja. En zo te zien is dit weer... Ja. Ik heb dan poeder. Hopelijk krijgen we hier wel een mooie alternate art aan. Dat vind ik hier niet, hè? Nee. Kom op. Ga open. Dat is het enige wat je wilt. Sword and Shield Twilling Ring. Oh, kijk, hij is open. Mooi. Zo. 72 pakjes totaal. Zo. Zo. Look helm. Jemmet snoven. Ik moet eigenlijk hem naar beneden zetten. Anders moet ik met de arm te veel omhoog. Rad, Mareep, Crushcloak en een Kaleid. Die zag ik hier neer. Hoeveel goeie krijgen we nu weer eruit? We hebben een honey. En een holo card ervoor. Sabrina. Oh, de jeetje. Huh. Oh my god. Jongens. Check dit, hé. Dit gaat toch niet echt niet worden? Tjonge, jonge, jonge. Ik heb gewoon 11 kaarten eruit. Oh my god. Doen we, hè? En nog een alternate art. De Blaziken V-Max. Die 90 euro waard is. Kijk hoor. Ik heb gewoon 11 uit. Oh my god, moet je kijken hoe mooi die is. Ik heb gewoon de 11 uitgehaald, joh. Welke nummer was het? 201. Nu is opgeschreven. Serieus, ik heb hem niet eens opgeschreven. Oh, dit is natuurlijk een secret bear. Ik heb hem niet eens opgeschreven, ja. Oh, jawel, hier. De hype. Noemen we dat. Ik heb gewoon echt...
11 kaarten uitgehaald. Hoe vet wil je het hebben om 11 kaarten eruit te halen? En mijn Flappy. En een IJswaaier Kattegat Remix. En we gaan de twee duurste hebben. De Boltus. De Blaziken nu. Slipper. En een Volcanion V. Ik kan het nog steeds niet geloven. Sobble en een Popcorn Z. De prijs begint al vanaf €90, hè? Deze. Welkom Lente en een Spirit Dump. Pessimium en een Zapstriker. Kerstvorm en een eekvorm. Doctor en een Glowlurk. Wissel en een Zapdos. 4. Wedding Glove en een Urshifu Holo. En een Sabak. Honey en een Galeet. Nog 3. Voor de eerste kant. Diklet. Oeh, een Sotheby Full Art. Full Art Sotheby. Heb ik nog niet. En wij hebben een Shaymin en een Weevil Hollow. Thank you.
scoren en een swipen. En onze eerste 18 kaarten zitten doorheen. Widow en een slurp. Volgende 18. Singles en Force. Welkom Lente en een Mottes. En die Mottes is wel vet. Deze Chili Main kaart is gebaseerd op de uitbreidingsset van Sword & Shield Proud Funda. Dan zie je heel veel ijs dingen. Flannery en een Hollow Frostlass. Malma en Bessemia. Eduard en Wissing. Barra en Zoïna. Ik ben nu al 6 uit, hè? Paragon en Substriker. Lydian en een Ekwon. Krijgen we nog eentje die ik nodig moet hebben? Poyoni. En een slap-off. Ginga en een V-mix. De Shadow en de IJsweide. Nou heb ik er 7. Die valt om. Every. Oh, een Metagross. Nou, de 8. Flannery
en een hallo potten kan zetten. Ja, want nog vier. Geef dan een zak. Perfect. Ik ben niet en kolak. Nog twee. Bito. En een wezing. Laatste. Van de eerste box. Voor Crystal en de Leopards. Twee, vier, zes, zeven en twee nieuwe. Dat is 9 stuks. Zullen we dit even leegmaken? Alles gaat vallen. Zo, laatste box. En een dubbel trio. Season en de Bennet. Pepto de Pig en een Kecleon. Hopelijk heb ik iets nieuws. Cobalion en een Holo Cresselia. Lydian en een Spiritomb. Mijn codekaarten vallen hierom. Benet en een Metalquas VMAX. Chupet en een ijswijk kennekexpier.
Willemoen. Oh mijn god, heb ik die waterenergie al? Ik moet fighting volgens mij hebben. Ja, fighting. Ik moet fighting hebben. Hij is wel heel erg prachtig. Kijk, is het een toploader waard? Of niet? Ik denk het niet. Denk het niet. Ik moet even terug. Een toploader doe ik meestal voor minder 25 euro. Als je voor de 20 is, dan denk ik niet dat ik een toploader ga doen. Clara. Oeh, hoe het met ik was. Hoe het met ik was? Nee. Mooi. Helmet en een pietwogellow. Ik zit naar buiten te kijken en het begint echt ontzettend hard te regenen. En ik was zo, oké. Toen ik dit opnam, moest ik s'avonds nog de deur uit. En ik mezelf, hopelijk blijft het droog. We gaan het wel zien. Malema. Ik heb nog een Malema. Echt, waar blijft die reverse? Ik wil die reverse hebben. Mijn laatste reverse. Ik krijg altijd heel veel mooie reverse, maar niet degene die ik nodig heb. En we hebben een... Ja, ik krijg nou denk ik heel veel dubbele. Het zijn er al 5. Oeh, ik zie iets moois. Iets moois glimmen. Ik hoop een secret rare die ik nog niet heb. Colette. Hypert heb ik dat niet. Mooi. Top. Dat zijn alweer 6. Dit is een goede boosterbox. Een secret rare en een hyper rare. 2 rainbow en een secret. Ruffel. En de zengboos. Laatste. Gaat goed zo. Simpel en onwezen. Oké, laatste 18 stuks. Skullbeep en Zengoes.
heb er nu al 6 uit, hè. En normaal zit er wel 8 in. 7, 8. Maar ze kunnen nu al 6 hebben. Agatha en de mama. Ik zal je wel wat. Die houdt me daar bovenop. Nee, Cinderace. Krijg ik heel veel gewone, denk ik. Het is een Cilio. Ja, die pet. Die gaat daar bovenop. Het hoeft niet te tellen namelijk. Nee, gewoon 18 open. Zal ik maar zeggen. Gewoon 18 open. Leg die commons apart neer. En doe er 2 bij. 2 pakjes. Dan heb je gelijk 100. Hoef je niet te tellen. Leg je dat apart neer. Weet je dat het 100 stuks is? Is dat de ja? Oeh, een Slowking. Ik krijg er elke keer 5 uit, dus daarom. Clara en de Benet. Kijk, dat zijn er weer. Hier daar bovenop zijn dat er weer 100. En de laatste stukje tel ik altijd. Oh. Gooi de verkeerde weg. Gewoon en die dingen in de prullenbak. Eggman en een Weezing. Zo. Ik ben er al. Dat is een mooie Articuno. Ik wil die alternate art van Articuno hebben. Die heb ik nog niet. Ik heb wel de Zapdos. En de Moltres. Maar ik wil die Articuno ook nog hebben. Reap en Sabrina. Ik heb hierna nog 2 boosterboxen. En dan is mijn case weer op. Castle en Pessimium. Laten we 2, 4, 7. 7 stuks. Kunnen we nog een mooie uithalen? Nee, ik denk het niet. Ja, denk meer. Ik kan nog een V-Max uit kunnen halen. En nog wat normale. Tuktrio, 4 en normale. Tenne. Rollo Taurus. Professor en Huawei. Nog 3.
Rillipeed en Weezing. En wat hebben we hier? Minicus. Wat een knoffie. 170. Dat is die alternate art. Die heb ik nog niet. Oh, ik heb ook nog niet full art. Wel een hele mooie. En dat laatste. Wat? En een hologenga. Dit zijn ze. Dus weer 6 die ik al heb. 3 nieuwe. Hier ook 2, 4, 6, 7. Oh, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 9 om 9. Deze, oh, deze is €40 waard, deze. Deze is de alternate art. Wel heel mooi. Ik zei toch, ik heb de Moltres en ik heb de Zetos. Maar nu heb ik ook de Articuno Alternate. Dit was het. Dus wil je niks missen? Abonneer op mijn kanaal. En hopelijk de volgende keer nog 2 boostboxen. Tot dan. Bye bye. Doei.